Goedemorgen, het is donderdag, hemelvaartsdag, tijd voor een nieuwe video. Ik begin even met haren. Ik heb namelijk een nieuwe tang. Dit is de Remington Keratine Protect Curling Wand. En deze is met keramische coating en dan met keratine en amandelolie, zeg maar, qua verzorging daarin. Ik ben heel benieuwd. Hij had echt mega goede reviews en er was nu ook nog €10 cashback, dus ik betaalde uiteindelijk €25. Nou, dat vind ik echt geen geld voor een goede nieuwe tang. Ik ben altijd fan van de Remington tang, dus gaan we even uitpakken. Hij ziet er mooi uit. Niet gesponsord trouwens. Dit is hem, dus het is een beetje zo'n koonvorm. Ja, ze hadden meerdere soorten hoor, maar eentje nog van 19 mm geloof ik, maar dat vond ik alweer heel klein. Dus ik was wel benieuwd naar deze. En ik wil sowieso een beetje mijn, ik heb allemaal ook oude. Ik wil sowieso even een kleine sanering doen in mijn tangen, want ik heb echt tangen van heel oud die gewoon niet oké meer zijn. En ik heb een aantal fijne, maar ja, je moet ze ook eventjes een beetje beter opbergen vind ik, want ik word er heel onrustig van. Goed. Dus dat. Ik ga eerst even mijn haar een beetje borstelen. Ik heb het gisteren gewassen. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Oké. Dan kom ik even terug met het eindresultaat. Dan leg ik die even snel aan de lader. Dan kan ik even één krul laten zien als hij een beetje snel oplaadt. Hij knippert nu. Ik neem aan dat als hij niet meer knippert, dat hij dan warm is. Er zit ook een handschoentje bij. Die zo een keer weer om. Ik doe het eigenlijk meestal zonder. Maar bij een nieuwe tang is dat wel even goed om te kijken hoe het werkt. Nou, ik ga het even krullen en dan kom ik zo terug, want het blijft wel heel erg in mijn face knipperen moment. Niet op de achtergrond geluiden, maar dit is het resultaat. Het is echt heel leuk. Voelt ook heel fijn. Nou, ik wil het straks beter zien. Wij gaan even naar buiten. Maar Niels die is... ik denk dat zijn skin niet te strak is. Maar we gaan het zien. Maar ja. Leuk toch? Goed. Naar buiten. Mag ik hem nog even laten zien? Kijk, Niels is, heeft hier... Daar was ik helemaal verbaasd over. Hij weet dus de getallen 1, 2 en 3. En... Hier heeft hij de weg gevonden van het elfje naar de toverstof. En hij heeft nu een frietzakje getekend van 1, 2 naar 3. Wat gaan we nu doen? Even kijken. Bij de volgende, anders raak ik hem maar. Ja, maar eens even kijken wat we moeten doen. Oh, nog iets gezien. Heb je nog iets gezien? Ja, dit. Oh, kijk. Hoeveel snorharen heeft elk mammadier aan elke kant van haar neus? Tekent evenveel snorharen bij hun baby's. Dus hoeveel snorharen heeft het konijntje? 1, 2, 3, 4. Ja, nou maakt mij het babytje ook. Maar welke kleur zullen we daarvoor gebruiken? Roze. Roze? Nou. Want die heeft helemaal niks. Nee, dus die moet ook snorhaartjes. 1, 2, 3. Voor jou. Heel goed. Nou, dan gaan we kijken hoeveel heeft de poester. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nou, de babypoes wil dat ook graag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hartstikke idee. Heb ik gedaan. Heb ik gedaan. Oké hoor, Picasso. Nou, dan hebben we ze allebei gedaan. Dan mogen we een sticker uitzoeken. Moet dit nog? Ja, deze fles. Zo. Ja, vind je dat ingekleurd? Oké. Oké, nou. Mag ik een kaart kiezen, hè? Goed, nou, dan mag je een kaart kiezen. Dan moet je met mama. Wij zijn onderweg naar haar nieuwssteentje. De kids zitten bij zwemmen. Het is echt veel kouder dan ik dacht. Maar goed, het weekend wordt fantastisch weer. Dus daar doen we het voor. We gaan even lekker lunchen, zodat de schoonmaakster rustig haar werk kan doen. Zij blij, wij blij. Ja. ga lekker lunchen. Sorry, het is één grote chaos hier. Ik had hem veel achteraan. Ze wil graag kruipen, maar dat snapt ze. Dat snapt ze niet. Dat is een schatkist, hè? Maar daar is ook een kleine balletjes in. Dat klopt, maar die doen we even niet met Eden en Mittens, hè? Waarom niet? Omdat die daarin kunnen stikken. Maar dan doen we het wel op de grote tafel. Ja, maar die balletjes zijn wel zo vaak achteraan moeten rennen. Wat zouden we er nog meer in kunnen doen? Kijk, ik kan de balletjes in doen, dan gaat die zo. Ja, dat weet ik. Ik weet hoe het werkt. Maar wat zouden we er nog meer in kunnen doen? Maar ik dit kleine baasjes toen aan ga ik hem snel pakken als meter dus erachteraan gaan. Nee, dat vind ik toch een beetje spannend. Ik heb nu een schatkaart gemaakt. En we hebben, hier staat het te zien, piratenmunten erin. Ja! Zo, nou. Succes. Zo. Toen heb ik even wat oud geld opgeduikeld. Van zijn wereldreis. Allemaal centjes uit verschillende landen. Dus we hebben nu... een schatkist, een schatkaart, een piratenlapje heb ik gemaakt en nu heeft hij ook nog allerlei bling. Dus, het is 4 uur, dat is de tijdsbesteding voor vandaag. Goedemorgen, het is vrijdag en zo gaat het dus de hele tijd. Die gaat gewoon op bad. Ze lag dus net nog helemaal daar in de verte. Je gaat gewoon op boevenpad. Ga je naar bed? Ga je naar bed, Elin? Ja, ga je naar bed? Stukje doen, kous knappen. Ja, ga naar bed. Hoi! Vandaag ga ik met Niels in ieder geval even naar de bibliotheek. Doei! Doei! Mama! Ja, hier ben ik! Hi! Ze kan mama zeggen. Ze zijn nu overigens papa, maar maakt niet uit. Even kijken. Nee, was mijn scheetje. Maar wel meteen even je haartjes doen. Ja. Ja, dat is ook mooi, hè? Maar zitten. Onder andere omdat de datum van mijn operatie bekend is. En dat is al het eind van deze maand. Als jullie dit zien is het al over minder dan 2 weken. Dus ik krijg natuurlijk een halve rolberoerte. Wel heel blij dat dat nu gaat gebeuren. Tenminste, dat ik daarna dan op een gegeven moment ik even de pijn af ben. Ik vind het echt rete eng. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar goed, ja, het moet echt. Ik heb gewoon te veel pijn. En ik, ja, het kan niet anders. Maar het is echt... Ik zit er ook heel erg aan te denken. Maar wat ik er dan zo eng aan vind. Zo. Ik doe haar haar trouwens nu altijd. Ja, ga je kijken. Ik doe haar trouwens nu altijd zo in zo'n knopje op haar hoofd. Super cute. Ik had gisteren de haar gewassen, even een kleine onderwerpswitch, de haar gewassen. En er zit hier 1 pluk hier. En die is gewoon tot over de schouders. Hoe bizar is dat? Is dat? Ja, nee, die moet je niet in je mond doen. Is niet om op te eten. Ja, ga je het gewoon weer pakken, hè? Zo ben jij. Maar jou krijgen we nog een hele kluif. Nee, kan je niet eten. Deze kan je wel eten. Lekker duwtje. Nee. Ja, dankjewel. Hop, doen we er weer in. Doe ook maar niet, het is glas. Maar goed, ik had er dus heel erg aan zitten denken, maar wat is het dan wat ik er zo eng aan vind? Maar ik denk dat het vooral het ziekenhuis is. Beetje pijn en zo, I can handle it. Maar ja, vooral zeg maar, de momenten voor de operatie en dan zeg maar daarna de uitslaapkamer en dan nog een nacht daar blijven. Dat vind ik wel een dingetje. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Het is nodig. Spannend. Ja. Als ik moet niezen, doe ik dat ook. Helemaal even de tanden aan het poetsen. Ja, ze heeft tenslotte één hele tand. Hè. We gaan poetsen. En een salade aan het maken. Kippertje gaat er ook in. En dat is dan voor mijn moeder en voor mij. Voor Niels een broodje, mijn moeder en ik deden nog een broodje. Ik weet eigenlijk niet waar ze blijft. Het is 12:30. Mijn moeder is nog niet terug met Niels van de bibliotheek. En Eden ligt ook nog steeds te slapen. En het gaat helemaal mis in het ritme. Want we moeten om nou ja, zeker 4 uur, eigenlijk iets eerder, de deur uit voor het halen of het aanvragen van paspoort voor Eden. Laat maar Niels, dan kan het wel zelf. Nooit onder met het publiek, hè? Doe een muziekje maar, Edin. Wow, lekker dan. Lekker dan. Ja, ga je doosje doen. Oh, Niels gaat Edin maar even. Ga jij maar even je boterham opeten. Wij zitten even op de bus te wachten. Dan gaan we een paspoort voor Eden halen. Ik ben echt zo vergeten te filmen. Ik ben de hele middag eerst in de speeltuin de hele tijd geweest. En daarna nog lekker paspoort, paspoorten gehaald. Met de bus, met de kids, heel gezellig. En vervolgens zijn we leuk met z'n 4'tjes uit eten geweest. En ik heb het allemaal volgens mij 0,0 precies gefilmd. Dus dat gaat alweer lekker. Ik ben nu de spulletjes aan het inpakken. Want de kids gaan naar opa en oma. Ik ben nog steeds een raar hoofd. Dus die gaan lekker naar opa en oma. En daarom pak ik alvast in. Zodat ik het morgen nog even doen. Ik heb net even mijn gezicht gewassen en gescrubt met de Ritual of Namaste Purifying Natural Skin Care Skin Brightening Face Exfoliator. Ik vind die verpakking echt geweldig. En nu ga ik denk ik het Urban Skin Good Night Detox Mask opdoen van Nivea. Of ik doe 2 maskertjes. Dan doe ik namelijk deels... dan doe ik eerst nog even zo'n, dat ga ik misschien doen, zo'n peeling zeg maar. En dan doe ik daarna nog even deze, het Urban Detox Mask. Of ik doe eerst de peeling en dan deze, dat kan ook nog. Dat ga ik misschien wel doen. Ja, dat ga ik doen eerst. Waarom gaat ze mijn telefoon praten? Of de snelste man ooit, Usain Bolt. Die zeggen dat ze Zo. Dat ga ik denk ik doen. Ik ga eerst even de soap treatment store peeling doen. En dan deze. Ja. Goedemorgen. Het is zaterdag. En het is iets over 7:30. Eden ligt nog te slapen. Die was om 5:45 wakker. Uiteindelijk hebben ze zelfs nog een flesje gemaakt. Zie je het? Waar staat het nou? Oh nee, het staat dan nog op de hoek. Omdat we dachten, dit is echt te vroeg. En ze was echt boos. Maar ineens was ze gewoon weer te slapen. Schoppie-joepie. Dus die ligt nog lekker te ronken. En man en kids gaan vroeg rijden. Want ze zijn ja, eigenlijk wil ik ze gewoon wakker houden. Heden wakker houden. In de auto. Want als ze het slaapje doet in de auto, ze slaapt nooit heel snel. Heel slaapt in principe in de ochtend gaat, maar zij niet. Dus dan zou ze echt, nou ja. De rit is 1 uur, maar dan zou ze misschien hooguit 3 kwartier slapen. Dat is gewoon te kort, dus hij wil eigenlijk dat zij wakker blijft. Dus dat is alleen maar gunstig dat ze nu nog slaapt. Want dan gaat ze na de fles gewoon de auto in. En dan gaan ze rijden en dan kan ze gewoon lekker daar haar eerste slaapje doen. En wat wel betekent dat de jongen hier niet naar de sport kan. Maar goed, het is dan maar even zo. Want dan gaat hij gewoon lekker daar spelen en dan heeft hij heel veel zin. Hij heeft echt wel dagen over. En dat betekent ook dat ik na het sporten niet hoef te rennen. Ik ga zo meteen wel sporten en dan ga ik daarna lekker eventjes de stad in met mama. Dus ik heb heel veel zin in. Het is echt mega lekker weer. Dus ik denk dat ik een goed terras op ga zoeken om te kunnen lunchen. En ja, ik heb vanochtend het overnight maskertje gedaan. Wel prima allemaal. Ja, jij hebt ook sterke spierballen. Maar Edith ook, die de hele dag gaat planken. Dat is de hele tijd. Het is 20:30 en ze zijn de deur uit. Het is echt heel raar vroeg. Ik ga nu een klein beetje opruimen, sportkleren aan doen en dan ga ik mijn haar. Jongens, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Ja, ik vind het altijd heel gek. Aan de ene kant is het altijd heel fijn. Dan denk ik, oh, geen fysieke inspanning voor mijn lijf. Aan de andere kant, mijn baby's. Aan de slag. Ik ben klaar om te gaan sporten. En ik bedacht me meteen dat ik even zo meteen mijn abonnement op pauze moet gaan zetten. Tenminste, ik weet niet of dat dan nu al kan, maar voordat ik het vergeet. Dat ik nu nog wel kan sporten, maar dan vanaf de operatie niet meer. Goed, dat ga ik ook doen. Dus ik ga nu rollen. Ik ben gesport en gedoucht en ik ga een keertje dit proberen. Dit is de Etos Body Lotion. Voor een egale, het is BB Body Lotion, dus het is een egale kleur en geeft een licht tintje. Ik heb nu 1 meegedaan, we gaan even kijken hoe dit eruit ziet. Even in daglicht. Nou, het is niet overweldigend, maar je ziet dat dit bij hen gedaan is en dit niet. Het is vooral inderdaad wat egaler. Ja, hier zie je het wel, zie je. Nou, we gaan het een keertje testen, ik heb geen idee, ik hoop dat het niet afgeeft. Ik heb heel weinig opgedaan trouwens, want ik dacht, je weet het niet, misschien kan dit nog wel iets meer hebben. Nee. Dat dus. Ik ben er klaar voor. Dit is mijn outfit. Ik twijfel alleen. Slippers of schoenen? Mag ik slippers doen? Riempjes. Riempjes. Ja, en dan open ik weer een heel nieuw. Ik kan roze hierbij. Ik heb wel zin in mijn roze gimpen. Nee, mittens. Ja, mittens. Ik had een beetje ruzie aan mittens. Ze wil niet mijn kast uit. Dan komt ze aan. Ik zo, oh jee, dan gaat ze weg. Ja, nooit met ruzie de deur uitgaan in mittens. De kast weer dicht. Nou, dit is wel gezellig, toch? Ja, dit wordt het, denk ik. Ik heb geen... Dit shirtje is van Pull&Bear en die broek weet ik eigenlijk niet. Ik denk Stradivarius. Wij gaan even lekker lunchen. Ik sta aan de mango te passen en dan ben ik met dezelfde jurk aan, maar ik weet niet of de kleur mij helemaal staat. Dit is hem. Het is een beetje zo'n bijna lang model. Ik vind het model echt heel leuk, maar ik twijfel over de kleur bij mij. Ik weet niet of het beeld van overkomt. Een beetje zo'n... Dus kijk hoe het eruit ziet. Dit jurkje vind ik het niet helemaal. Een beetje gek soort bovenkant. Aan het winkelen. Het is behagelijk. De muursmoerse vrouw. Met tegenlicht. Ik ben weer thuis. Het was echt een heerlijk dagje. Ik zal nog wel even laten zien wat ik heb geshopt, maar dat komt later. Want de boodschappen komen zo ook wel. Eigenlijk dacht ik, oh, ik ga nog even lekker met een boekje in de zon zitten. Maar ja, de boodschappen komen zo, dus dat heeft niet zoveel nut. Wat ik nu even ga doen, is me even afspoelen. En dan ga ik even bruinsel op mij smeren. En dat kan dan eventjes twee uurtjes inwerken en dan spoel ik het weer af. Zodat ik morgen niet de BB-cream ophoef. Ik moet zeggen, ik ben best wel enthousiast over het resultaat. Alleen volgens mij mijn knieholte zie je dat het een beetje weggaat. Maar ja, nee, het ziet er best... Het ziet er heel natuurlijk uit. Maar goed, op een gegeven moment smelt het een beetje weg van de warmte. Dus om dat te zeggen, helemaal waterproof zou ik niet willen zeggen. Ik denk een dagje strand en het is verdwenen. Maar het was voor nu wel een prima optie. Dus ik ga me even lekker afspoelen. Ik heb ook wel, het was ook vrij behagelijk in de stad. Het bleek dus Pride te zijn, dat wisten we niet. We vonden het al zo opvallend druk onderweg naar de stad. Toen waren we al heel blij dat we niet in de stad hadden geluncht, maar een tentje buiten de stad hadden gekozen. Hebben we heerlijk geluncht trouwens. Maar dat we niet helemaal in het centrum zaten, want het was natuurlijk onmogelijk geweest. We konden ook nergens onze fiets kwijt en zo. Maar het was wel, we hadden fantastisch weer en het was echt, ja, het was een leuk feest. Ik heb een heel klein stukje gefilmd, maar ja, het was mega druk. Dus ik kon er bijna niet bij met je camera. De kids gaan goed, Sven is bij zijn vrienden, dus iedereen zijn natje en zijn droogje. De boodschappen zijn er allemaal weer, dus ik ga nu eerst even dit in de vriezer, maar de rest en het vlees ga ik in de koelkast leggen. Daarna ga ik eerst koken, want ik heb best wat gek. Ja, dat ga ik doen. Ik zit lekker op de bank, ik ben een video aan het uploaden. Ik dacht dat ik hem namelijk al had geëxporteerd, dat bleek niet het geval te zijn. Hij liep helemaal vast, dus toen moest ik opnieuw beginnen. Een backupje gemaakt van een aantal dingen. Ik ben echt totaal, zeg maar, niet gestructureerd bezig. Ik moest natuurlijk mijn bruinspul eraf wassen, dus dat heb ik gedaan. Ik doe trouwens nooit mijn gezicht, mocht iemand zich afvragen. Maar ik haat het echt om witte benen te hebben onder rokjes en zo. Dus gezien de weersvoorspellingen van morgen, namelijk 32 graden. What? Yes, I love it. Ik hoorde vandaag iemand in de stad... Sorry, dit gaat van de hak op de tak. Maar ik hoorde vandaag iemand op de achter ons lopen in de stad en die zei... Jeetje, ik vind het veel te warm. Doe mij maar ijshand of zo. Gewoon 13 graden en een waterig zonnetje. Toen dacht ik echt, wat? Oké, ik zit zo op een andere planeet. Echt, I love, we zijn niet meer scherp. I love de zon. Ik ben echt, weet je, het kan mij niet warm genoeg. Maar goed, dat is totaal niet waar ik over wilde vloggen. Ik ga me even scherp stellen. Want waar wilde ik over vloggen? Ik zat dus mijn nagels te doen. En ik denk, nou, dat zien mijn nagels er eigenlijk goed uit. En heel sterk. En nou ja, ik weet niet of je het kunt zien. Ook mijn duimen, die zijn normaal altijd, zeg maar, de eerste die afbreken. Ik heb ze nu een beetje bijgeveld. Ik weet niet of je het kan zien. Maar ja, zeg maar, het ziet er allemaal goed uit. Al zeg ik het zelf. Toen dacht ik ineens, ja, weet je wat ik veranderd heb? Ik slik dit. Swiss haar, huid en nagels. Nou, mijn haar is nog hetzelfde en mijn huid volgens mij ook. Maar die nagels, dat zie ik dus echt. Viel me echt ineens op. En ik had er niet, het is niet gesponsord dit, ik had er verder niet bij nagedacht. Ineens dacht ik, ik was me naast aan het feit, dacht, jeetje, wat zijn ze sterk. En ik heb ze nu gewoon een beetje op, zoveel mogelijk op één lengte gedaan. Alhoewel deze wijsvinger misschien nog wat langer is, maar goed, whatever. Ik heb ook mijn teentjes gedaan. Ik zal het even laten zien. Mijn teentjes, die zitten ook. Daar heb ik, even kijken, ik heb op mijn tenen deze. Dit is de Sally Hansen Miracle Gel in de kleur... Wat is dit? 160 Pinky Promise. Kom maar. Ja. Goedemorgen, het is zondag. Ik ben gedoucht en nu ga ik mijn nieuwe foundation testen. Dat is deze foundation, de Dior Backstage Foundation. En ik heb de kleur 2N. Volgens de mevrouw. Ja, ik kon het echt heel slecht zien daar, want het was... nogal zonnig buiten en binnen was het, zeg maar, heel onnatuurlijk licht. Dus, zeg maar, met de zon buiten dacht ik, lijkt goed. Mijn moeder ook nog aan te kijken, het leek goed. Dus we gaan dit gewoon doen. Klinkt ook op zich als een vrij logische kleur bij mij. We gaan het zien. Ja, ik begin hier maar mee. Nou, het lijkt in ieder geval de goede kleur. Laat ik daar alvast mee beginnen. Ook al sta ik hier een beetje in het donker. Goed, ik ken mijn eigen huid wel een beetje. En ik doe natuurlijk een dun laagje nu, want zonnige dag spuiten. Oh, ik heb net tijgerbalsem opgesmeerd. Nu ruik ik echt zo vreselijk. Maar het voelt ook helemaal zo warm en koud tegelijk nu. Zo breng ik trouwens altijd mijn foundation aan. Dat hebben jullie vast al vaker zien doen. Ik heb hier trouwens een bult op mijn hoofd en ik weet niet waarvan. Dat is ook heel interessant. Nou, het ziet er super natuurlijk uit. Je ziet ook geen gekke overgang. Dus de kleur is volgens mij helemaal goed. Ik druk het dan gewoon niet meer uit. En je kan hem dus heel goed opbouwen. Maar ik wil juist dat natuurlijke effect. En dan bouw ik hem op met een avondje stappen. Dus deze. Zo ziet het eruit. Nou, het ziet er echt heel natuurlijk uit. Maar wel gewoon lekker glowy. Ik moet nog wel wat pukkeltjes bedekken. Maar ik hou hier echt van, zeg maar, als natuurlijke look. Vind ik dit echt heel fijn. En dan kan je hem eens opbouwen als je wat meer dekking wil. Ja, lijkt. Ik dacht, ik doe even een mini-shoplogje van wat ik gisteren heb gekocht. En ik had ook nog wat besteld. Mini-shoplogje. Gewoon een shoplog eigenlijk. Gewoon een shoplog. Ik heb mijn haar nog even omhoog. Want ik heb die tijgerbals niet moeten intrekken. Oh, mijn batterij is natuurlijk nog steeds bijna leeg. Oh god, nou. Oh, we gaan het zien. Als eerste joggingbroekjes voor Niels. Deze van Zara, superleuk. Met ja, roze met blauwe golfjes erop. Want het zijn joggingbroekjes waren te klein. En het is soms gewoon lekker als je even naar de speeltuin gaat. Zeker als ze gaan zwemmen en zo is het lekker dat je even een joggingbroekje aan kan trekken voor de rood. En deze zit een beetje in een soort structuurtje in. Zakje op de kont. Hij was er helemaal blij mee. Dan nog een basic blauw shirtje. En deze. Ik wilde die al aan. Deze gele met surfbordjes erop. Surfplanken erop. En dan voor Elin dit mega cute pakje. Dit is maat 86. Maar goed, ze is vrij lang. Dus ik denk dat ze het vrij snel aan kan. En hier zit dus van die nou ja, openingen, zeg maar, waar de beentjes al doorheen komen. En dan zo. En dit is natuurlijk ook met het oog op onze vakantie. Eind van de zomer. En deze. Dit schattige jurkje. Met palmboompjes en een zonnetje. Ik word hier echt helemaal hysterisch van. En dit is een shirtje. Vond ik ook wel leuk. En dan kan je er gewoon zo'n kort broekje of zo onder doen. Meestal waren jurkjes aan vanwege haar bouw. Maar... En ik heb dit, maar ik heb meerdere soorten besteld. Maar dit is zo'n UV-shirtje voor Niels. Maar ik moet even kijken. Ik heb een paar besteld, ook nog bij de Hennis. Kijken wat het beste past bij zijn zwembroek. Want zijn zwembroek is mintgroen, maar daar zat geen shirtje bij. Ja, niet eens. Hoe gaan we dit doen? Zoals je net al zag, kocht ik de Dior Backstage Foundation. Sorry. Ik kocht mijn wenkbrauwpotlood van NYX in de kleur taupe. Dit is de Micro Brow Pencil. Bij de HEMA kocht ik een slaapzakje voor Elin voor de warme dagen. Ze heeft een Four Seasons Pukkenbaby. Maar ja, je hebt altijd een reserve nodig voor als er een ongelukje of zo is. Dus dat is deze geworden. Roze met zeebraadjes. Hij is vrij groot, maar dit is ook weer voor de vakantie. Straks wil ik hem ook hebben. Maar hij heeft een klein gaatje voor het hoofd. Dus ik dacht, dat is toch goed. Dat is belangrijk. En ik maak hier gewoon een paar steekjes in. Zodat de armsgaten nu niet te groot zijn. Het belangrijkste is dat hun hoofdje er niet doorheen kan. Dus dit is 68104. Maar ik kan er wel even mee vooruit. Ja, met zeebraadjes en hartjes van de HEMA. En het was... tweede halve prijs op alle slaapzakken en pyjama's. Dus ik heb er ook maar pyjamaatjes bij gedaan. Dat zijn deze. Het setje van 2. Dan kocht ik voor haar nog wat rompertjes. En ik ben echt helemaal fan van deze dingen. Met die bandjes in plaats van zo'n ding waar je dat hoofd doorheen moet frummelen. Dus deze gebruik ik heel graag. Ik heb er 2 in maat 7480 gedaan. En 1 in maat groter. Nee, in 1 maat groter, 68092. Want ik heb ook nog wat liggen. Dan kocht ik dit shirtje. Ik heb het jurkje laten zien in het pashokje. Maar daarvan heb ik dus het hemdje uiteindelijk gekocht. En die ben ik vergeten te laten zien. Dit is gewoon een lekker zwierig hemdje. Niet heel lang. En er zitten hier van die knoopjes op. Vind ik heel leuk hemdje. En verder kocht ik deze jurk, waar ik de rok ook al van heb, maar de jurk ook heel leuk van vond. Misschien dat ik hem zo wel even kan aan kan laten zien. Maar het is dus een lange jurk. Maar hij heeft... toen was mijn batterij vol. Dus ik heb inmiddels mijn haar los. We zijn alweer wat... Nou, niet uren. We zijn wel even verder. Maar goed, deze jurk dus. Die kocht ik bij My Jewelry. Hier heb ik al de rok van. En deze heeft 3/4 mouwtjes. En dan heeft hij een V-halsje met een soort opstaand kraagje. En dan heeft hij hier allemaal van die knoopjes. Het zit onder je borst. Nou, ik zal het straks wel even aantrekken. En dan heeft hij hier een soort splitje aan de voorkant met ruffles. En dan is hij tot zeg maar je enkels ongeveer. Dus die. En sowieso vind ik met kinderen 3/4 echt een gouden uitvinding. Want als je een kort jurkje aan hebt en je moet bukken, dan ziet iedereen dingen die ze niet per se hoeven te zien. En ja, met dit soort dingen is dat niet zo. Dus dat vind ik heel fijn. Dan dit broekje van, hoe heet die winkel ook alweer? Cotton Club. En dit is een heel fijn, losvallend broekje met een beetje een roesje aan de onderkant. En ik dacht, ja, dit is natuurlijk heerlijk zit dat. En dan voor Ibiza lijkt me dat een topplan. En dan gecombineerd met dit hemdje ook van de Cotton Club. Ik heb hier een large van genomen. Die vond ik net wat relaxer zitten dan de... M. En met dit soort dingen hou ik er wel van als het los zit. Volgens mij zit het op zich niet per se als los hemdje bedoeld, misschien ook wel. Maar ja, ik hou er gewoon van als het een beetje los valt. En deze heeft dan zo'n knoopje aan de onderkant. Dus ik denk, ja, dat is niet mooi als het heel strak zit. Dus lekker ruim genomen. En dat is alles van deze shoplog. Ik zal nog even dat jurkje aan laten zien en dat hemdje met dat broekje. Dit is dat jurkje. Gewoon een lekker zwierig. Ik weet niet waarom ik verder weg ga staan. Zwierig jurkje. Kijk, hij zit dus hier onder je borsten. Nou, in mijn geval niet helemaal eronder. Want daar zijn ze net iets te groot voor. Maar ongeveer eronder. En dan loopt hij gewoon recht naar beneden. Dus deze vind ik heel leuk. En dit is dat broekje met dat hemdje. Kijk, hier zie je wat ik bedoel. Het zit gewoon lekker los. Lekker omeletje, cola, thee, gaat plots. Er zit een lekker een ijsje tegen. Die is lief. Allemaal kuikentjes onder de kip, zie je dat Niels? Ah ja. Niet doen. Er zit er heel veel onder, er zit er wel een stuk of 4 onder. Ja, daar kunnen die konijntjes die daar zitten, die kunnen dat. Ja, dat kan niet. Dat is voor konijntjes. Kippetjes heen in. Kijk, hier zit een hele grote haan, Niels. Kijk eens. Of dat is een hele grote kip, denk ik. De Brahma-kip. Of een aaien? Nou, dat denk ik niet. Kippen houden niet zo van aaien. We hebben vroeg gegeten, dus we zijn nog even lekker naar buiten. Want het is echt super lekker weer, dus we dachten, weet je, Ede was een beetje onrustig. Niels zit lekker te spelen nu en wij kijken een beetje toe hoe hij dat doet. Waarom ook niet? Nee. Liefst wil ze eruit. Een krokodil met een leentje. Ja, ga hem uitlaten. Dat is een hondje. De kids liggen op bed en ik ga ook mijn make-up eraf halen. En dan lekker relaxen. Hey mittens. Oh. En ja, ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. En ja. Nog maar heel eventjes tot de operatie. Ik zie jullie volgende week. Dankjewel voor het kijken. Oh, ik zit te denken, als deze online komt ben ik denk ik al geopereerd. Volgens mij. Wat vind jij ervan, Mittens? Wat zeg jij ervan? Weet het niet hoor. Wat zeg jij ervan? Mag je ook even niet in de slaapkamer, hè? Ik sta me gek op mijn buik springen. Onverwassen in de nacht. En dat kan natuurlijk niet. Dus dat moet nog eventjes afkicken. Goed. Ja, ik denk dat ik dan... Oh, hallo, daar was ik weer. Ik denk dat ik dan al geopereerd ben. Goed, ik weet het ook niet. Ik zie jullie heel graag in ieder geval volgende week weer bij een nieuwe vlog. Tot dan. Doeg!